Laten we kijken wat Bergerac ons gaat brengen, man. We gaan niet weer de fout maken dat we om 4 uur s'nachts een slaapplek fixen. Is dit de directeur? No. Okay. Dit is een van de mooiste plekken die ik ooit heb gezien. En die hier woont zijn. Ik ben verliefd. Ja, daar zijn we weer. We gaan weer lekker op reis. En we gaan dit keer naar Bergerac om daar de gastvrijheid van de locals te testen. En ik heb er zin in, vriend. Ik heb er zin in gehad. Gaat het nog lukken om weer onze grenzen te verleggen? Het is gewoon goed gegaan bij de vorige aflevering. Dus wat kan er nog misgaan deze aflevering? We gaan dus naar Bergerac in Frankrijk. En Frankrijk, het land van de stokbroden, kastelen, wijngaarden, bries. Maar de vraag is, mogen we dit ding ook beleven gratis? Want we hebben natuurlijk geen geld. En net als de vorige aflevering hebben we natuurlijk een hele leuke winactie. Zodat jij misschien wel 2 gratis vliegtickets kan winnen naar Bergerac. Ja, je moet gratis abonneren op dit kanaal en dan komt achterlaten waarom je mee wil. En dan wellicht vlieg je ook lekker naar Frankrijk. Quinten, ja. De challenge gaat nu weer echt beginnen. Oeh, ik voel hem, hoor. Laten we gewoon gaan, man. Laten we gewoon gaan. Er is zoveel keus, man. Lekker pik. Gaan we dan? Wat een mooie dag. Een mooie dag om onze grenzen te verleggen, bro. Lekker pik. Ik ben meteen aan het kijken of er locals tussen zitten, want ja, ik zit wel lekker in het vliegtuig hier. Alleen het is nu al, moeten we beginnen met werken. Oké, we gaan nu op zoek naar mensen die naar Bergerac gaan. Nou, dit ziet eruit als een lieve vrouw. Kunnen wij misschien een stukje met u meerijden straks? Als jullie het lief vragen. Ja. Ja. Wij kunnen met u meerijden. Ja, tuurlijk. Yes. Ja. Bedankt. Oké. Piloot, doe je best. Zijn we officieel in Bergerac, man? Heel kort. Wat zou jij doen in Bergerac als je hier wel uit kon stappen? Ja, genieten. Moet je sowieso in het leven doen. Zeker weten. We hebben er gespot, hoor. Ze is er nog. Oh, niet. Echt top dat ze gewoon nog even op ons heeft gewacht. Zo. We zijn er eindelijk. Leuk, hè? Welkom in Bergerac. Ons plan was om dus eerst bij de supermarkt boodschappen te doen. En dan gaan we daar eens kijken hoe je mensen kunt aanschieten. En dan mogen jullie dat zelf uitvinden daarbij. We mogen daar weten. Maar je loopt mee naar de we moeten even de ding betalen. We hebben meteen al een beetje een lifeline. Ja, daar gaat hij. Bergerac. Laten we kijken wat Bergerac ons gaat brengen, man. Aangekomen bij de supermarkt. Misschien gaan we ze nooit meer zien. Can we ask some of you a question? Nou, on est pris par le temps. Ze hadden gewoon haastzijdes in, maar ik denk dat dat een smoesje was. Ik zie nu achter de balie van dinges. Hele mooie leuke dames. Oh. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hey. Try it in French first. Manger. Sans argent. D'accord. Oké. Okay. Oké. Okay. Ah. Het is wel gewoon typisch Frans. Eten genoeg hier in Frankrijk. Gewoon des te meer reden om te stoppen om eten te zoeken. We komen steeds dichter bij etenstijd en je ziet al direct dat het winkelcentrum hier gewoon een beetje leeg loopt. Straks zijn we weer tot 4 uur 's nachts en hier zitten we nu. We zitten nog niet eens in de stad. Ja, ik denk dat we het maar hier moeten opgeven en ik denk dat we toch met onze lieve locals naar Bergerac moeten gaan. Ja. We hebben heel veel mensen aangesproken, heel weinig succes. Verstaan ze hier? Ze verstaan me wel. We hebben een voorstel. Oké, klinkt je goed. Je kunt met ons mee. Kunnen we nog eventjes iets in de omgeving doen? Maar wat voor activiteiten bedoel je? Ja, naar een wijnboer gaan en klinkt echt gewoon als typisch iets voor deze regio. Dat. De noten, we rijden terug naar de wijnboer. Yes! Hey, dikke manen! Lekker, man. Mag niet uit. Laat ik weer. De eigenaresse van deze wijngaard wou net er vandoor gaan. Zij gaat haar kleindochter ophalen en dus een proeverij kunnen we niet doen. Maar we mogen wel even in de wijngaard. Maar we gaan wel even in de wijngaard. Kijk, dat vind ik ook wel heel leuk. Heb jij alles in een wijngaard gestaan in je hele leven? Nog nooit, vriend. God, wat jammer. Er staat echt overal wijnglazen, lekkere wijn. Nou, wordt toch inbreken dan, hè? Ja. Kom je mee? Ik kom mee, gaf. Kijk waar we zijn, vrienden. We staan midden op een wijngaard, de zon breekt door. La vie en français. Ik krijg het even uitleggen hoe je het doet. Hoe leuk het is, nou, hè? Het staat nu opeens in de wijngaard. Achter mij zie je rondvaartboten. Mij lijkt het leuk om eigenlijk morgen fixen een gratis bootje van. Serieus, lijkt me vet. Oh, we on. I broke on the boat. For free. Tomorrow? Morgen om 11 uur kunnen we hier terecht. En dan misschien mogen we meevaren. Oh man, lijkt me leuk, man. Heel veel succes in het Engels. Gaan jullie missen? Hey, goed, hè? Gaan jullie ook missen. Doei. Dag, Quinn.
We zijn nu wel in het centrum van Bergerac aangekomen. Dat hebben we goed gefixt. We hebben wijntje gedronken, foie gras geproefd. Wat is onze planning voor vandaag? Eten fixen en een slaapplek. We gaan niet weer de fout maken dat we om 4 uur 's nachts pas nee, dat wil ik een slaapplek fixen. Ik zeg, laten we snel het dorp in, want het loopt helemaal leeg. Ja, let's go, man. Can I ask you a question? We're looking for people who can help us get a place to sleep. We're just here tonight. Oh, you're just here for some sightseeing or some fun? Meeting. Ze willen niet, vriend. Nada. Nada. Een petit peu français. Het wordt fris. Ik heb het koud. Ik denk dat we gewoon voor een restaurant moeten gaan. Ik heb een tekstje voorbereid of we iets kunnen eten. En dan in het restaurant, als ik een beetje warm zit, laten we dan met de eigenaren kijken of zij iets kunnen doen. Goed idee. Type. Ah, we komen wel close. Stukje bij beetje hebben we eigenlijk gewoon avondeten, man. Merci beaucoup. Oui, oui. Wederom, we zijn super vrijgevig met eten. Het was super lekker. De slaapplek gaat echt pittig worden, man. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben wij nu een paar te vergeefse pogingen gedaan om aan mensen te vragen of we bij ze kunnen overnachten. Ik zie de kans niet zo groot dat we bij mensen kunnen slapen, zoals ook onze eerdere gasten zeiden, die is gewoon erg klein. Dus ik stel voor om naar een bed and breakfast te gaan of een hotel en daar gewoon aan te kloppen. Let's go, we gaan het kaart rammen. Oké, we waren op zoek naar een hotel. Nu zie ik hier een soort creatief center. En vaak zijn creatieve mensen open-minded, wat liever. Dus wellicht dat zij contact hebben en ons niet zo snel buiten sluiten als buitenlanders. Someone has a couch we can sleep on. Dormir. Oké, you are sympathetic. I can give you a phone number. You can, yes. He's a social worker. Oh, 1 hour here, hè? Je had geld moeten inzetten op deze weddenschap, vriend. Ze waren wel meer open-minded. Ze waren allemaal natuurlijk. Gewoon van, oh ja, hier heb je een nummertje van een vriend van me. Ik ga over een uur weg, dan rijden we even een stukje verderop. Deze mensen waren echt top. Je had helemaal gelijk. We hebben een uur om lekker te eten. Nog één keer, Nog één keer. De grote kerk van Bergerac. Hij is wel groot, vriend. Hij is wel lijp, man. Mijn oog zegt, prik hem er niet in, vriend. Dat is veel te groot. Ik breek mijn nek bijna naar de topkerk. Dit ziet uit als een lekkere brasserie. En als je mee zou kijken, laten we het even vragen. Nu geschoten is altijd misgap. Is het de directeur? Oké. D'accord. Ja, ze zijn gewoon iets van oprotten. Ja, dan rotten we gewoon op. Ik ga even een story plaatsen dat ik dus hier ben met Quinten. Ik ben met Quinten in Bergerac. Ben jij daar of ken je iemand? Laat weten en stuur me een DM. Want wij hebben namelijk iets nodig. Want we hebben geen geld en geen slaapplekken. Ze zijn er nog steeds. Kom, we gaan naar binnen, man. Ik ben heel erg benieuwd hoe communicatie met haar gaat zijn. Want zo goed kan ze eigenlijk helemaal geen Engels. Alle spullen moeten naar binnen gebracht worden. Een beetje zoals onze tegenprestatie. Het komt erop neer dat zij met haar ateliertje hele leuke dingen doet voor gehandicapte mensen die een verstandelijke beperking hebben. Misschien zijn wij ook wel een beetje beperkt en dat ze daarom dacht van laat ik deze jongens even helpen. Wij zijn blij dat we gewoon een slaapplek hebben, ook lekker vroeg. Lijkt me echt een superleuke dame. Ja. Het is wel grappig, want we verstaan eigenlijk niet zoveel, maar je weet direct, ze heeft een goed hart, ze wil ons helpen. Ik ben benieuwd. We zijn op de land, vriend. Ik ben helemaal in shock, man. Dit is een van de mooiste plekken die ik ooit heb gezien. En hier woont zij gewoon, man. Ja. Ik ben verliefd, man. Ik ben om. De Fransen zijn aardig. Ik wil alleen maar winnen. Je hebt letterlijk je grens belegd. Nou, zoals je ziet, ze zijn dus nu letterlijk gaan we een omelet maken. Best wel sick hoe je dus door zo'n ervaring door gewoon letterlijk niks bij te hebben. Opeens terechtkomt in gewoon het klassieke Franse cultuur. En niet gewoon bij een hotelletje, niet bij een ander dingetje, maar echt gewoon bij de lokale mensen. Ongelooflijk, echt super nice. Ja, de gastvrijheid gaat echt sky high ineens hier, man. Ik heb dus
wat bericht gekregen via madame. Mijn tante is daar. Zal ik het verder vragen? Zeker. Dit heeft nog een staartje. Maar we hebben iets. Dat is nice. Oké, Rijn, kun je herhalen wat je net zei? Ja, mijn vader die heeft bij Bergerac een camping. Wow, joh. Het is zo, kijk, wij zitten... Ja, ik dacht dat gedaan. Ik dacht, holy shit. Ja, dat moet ik wel even zeggen. Nice, man. Je bent echt een legend. Ja. Super nice dat jij aan ons denkt. En we hebben ook gewoon echt en de beste plek hier. Dit is gewoon karma van Catania, man. En nu hebben we nog heerlijk eten. Wat een vrouw. Ze wordt 60 binnenkort. Ze ziet er echt uit als, nou, 40, 42 precies, of zo. Precies, ja. Zet zich dagelijks in voor mensen die het minder hebben, gehandicapten. Direct ook toen ze ons zag, bood ze ons de hulp aan. Nu heeft ze eten voor ons gemaakt. Ik denk dat zij echt de top is van de gastvrijheid. Ja, echt. Hey, doe je wat? Ja, voor je man. Ja, voor jou, grap. Dat is lekker. Goedemorgen, bro. Ik heb echt wel lekker geslapen, man. Ik heb heerlijk geslapen. Nou, zoals jullie dit onze boy zagen. Heeft hij ook heerlijk geslapen. Perfectie is niet perceptie. Perfectie is beter. De vrijgevigheid van deze vrouw stopt nergens. Het gaat ons nu ook nog gewoon even de lift geven terug naar Bergerac. Misschien komen we dan nog op tijd om een boterhitje te fixen, man. Laten we gewoon hopen dat hij niet vertrokken is. Oh, ik heb er zo'n zin in, man. We zijn met de boot, we zijn op tijd. Gelukkig hadden we gisteren al met de guy gesproken die hier werkte. Die zei, als wij het heel lief vragen vandaag, dan hebben wij gewoon een kans om gratis een bootritje te doen over deze prachtige rivier. Dus laten we proberen. Sans argent. Sans argent. Tu parles un petit peu anglais? Anglais, oui, oui. Oui, oui. Travailler sans argent. Can we have a boat ride? For free. Ja, en nu de vraag, mogen we gratis mee op de boot of hebben we voor niks de long uit ons lijf gerend om op tijd te zijn? Je ziet het volgende week om 4 uur in een nieuwe aflevering van Grensverleggers. Don't have money. No. Altijd, waarom denk je dat Fransen een beetje bekend om staan als een beetje dood zouden zijn? We zien hier helemaal niemand. Het is best wel verlaten hier. Oh, boy, oh.